Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze serie ga je leren programmeren met Scratch. Je gaat onder andere animaties, games en handige apps programmeren. In dit project ga je een behendigheidsspel programmeren in Scratch. Maar wist je dat er meer dan 1,4 miljard auto's ter wereld zijn? En het land met de meeste auto's is de Verenigde Staten, zo'n 280 miljoen. Voor het programmeren van dit project heb je het projectbestand nodig. Je kunt het bestand downloaden door op de link hieronder te klikken. Zet nu deze video even op pauze en download het projectbestand. Als je dat gedaan hebt, druk je weer op play en gaan we weer verder. Tot zo! Ga nu in je browser naar scratch.mit.edu. En upload het projectbestand dat je zojuist hebt gedownload. Bij dit spel is het de bedoeling om veilig aan de overkant te komen, zonder geraakt te worden door een auto of in het water te vallen. Zet eerst alles op de juiste plaats. Bouw dan een oversteek van de stenen. Dat mag hier, maar natuurlijk ook op een andere plaats. Zorg wel dat de speler over kan steken zonder het water aan te raken. Dan de groene auto laten rijden. Zet hem op de beginpositie en sleep het codeblok naar het veld. Zo heb je meteen de juiste getallen. Makkelijk. Dan in een bepaalde tijd naar de eindpositie. Hoe langer de tijd, hoe langzamer de auto zal rijden. En dan weer terug naar het beginpunt. Even testen. Mooi. Nu ook de andere voertuigen. Hoe verder in het spel, hoe sneller ik ze laat rijden en hoe moeilijker het dus wordt. Zet hem op de beginplek en sleep dan dit blokje naar het codeerveld. Besturen doen we met de pijltjes toetsen. En raak ik het water? Dan speel dit geluid en stop het spel. Raak ik het zand aan de overkant? Dan speel het overwinningsgeluid.
Dan de regels van het spel. Daarvoor gebruik je een conditie binnen een herhaalblok. Zou je de conditie niet binnen een oneindig herhaalblok gebruiken, dan zou het programma de code maar één keer uitvoeren en dat is niet de bedoeling. Ik wil dat de code de hele tijd checkt of de speler één van de voertuigen raakt. Daarom gebruik je een functie. Er zijn verschillende functies. Functies om op te tellen, voor groter of kleiner dan, of om iets samen te voegen. Maar ik gebruik de of-functie, 3 keer. Raak ik één van de auto's of de motor, dan speelt dit geluid en is het game over. Klaar, spelen maar. Heb je nog zin om door te programmeren? Hieronder vind je nog 2 challenges om verder mee te programmeren in dit project. Lukt het jou ook om deze op te lossen? Maar je kunt ook verder lezen in deze boeken. Leen ze bijvoorbeeld bij jouw bibliotheek. Op skillsdojo.nl vind je nog veel meer leuke missies om te doen. Ga bijvoorbeeld een app ontwerpen, een website bouwen of de microbit programmeren. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie.